Ik ben Jan-Pieter Smits, statisticus bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En vorig jaar heb ik iets nieuws ontwikkeld. Een instrumentarium dat iets kan vertellen over onze brede welvaart. En dan gaat het om meer dan alleen maar het inkomen dat we verdienen. Maar het gaat om onze kwaliteit van leven in de brede zin van het woord. Niet zo lang geleden keken wij alleen maar naar het BBP, het bruto binnenlands product, een maatstaf van de omvang van onze economie. En als we dan kijken naar de ontwikkeling van de laatste 100 jaar, dan zien we echt een enorme toename van dat BBP. En als we dan een ranglijst maken van de rijkste landen in de wereld, dan zien we dat Nederland echt in een koppositie verkeert vergeleken met andere landen. Maar that the gross national product does not allow for the health of our children. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. Wat maakt het leven nou de moeite waard? Nou, op die beroemd geworden vraag van Robert Kennedy kunnen we nou eindelijk een antwoord geven. Vorig jaar hebben we dat gedaan in de Monitor Brede Welvaart, die we op verzoek van de Tweede Kamer hebben geschreven. Goed nieuws, want het gaat eigenlijk heel goed met Nederland. Neemt niet weg dat wij denken dat dat ene moment op basis van die monitor heel veel focus kan brengen in een discussie over de stand van brede welvaart. Brede welvaart dus. Onder brede welvaart verstaan wij de kwaliteit van leven in Nederland op dit moment. En we kijken ook naar de weerslag die dat heeft op volgende generaties en mensen elders in de wereld. We kijken dus naar drie wielen. De brede welvaart hier en nu, later en elders. Die brede welvaart wordt niet zoals het BBP gemeten met één indicator, maar met een brede waaier aan indicatoren die drie dimensies van brede welvaart meten. De binnenste ring laat de ontwikkeling van de brede welvaart over de langere termijn zien, terwijl de buitenste ring juist inzicht geeft in de ontwikkeling in het meest recente jaar. Groen, stijgende welvaart. Rood, dalende welvaart. Grijs, stabiele ontwikkeling. Vervolgens kijken we hoe Nederland in Europees verband scoort. Zitten we in de Europese voorhoede? Groen. In de Europese achterhoede? Rood. In de middencategorie? Grijs. En een leeg rondje betekent dat er geen data zijn. We kunnen niet vergelijken. Tijd om het eerste wiel te laten zien. En dat geeft aan hoe het met de kwaliteit van leven op dit moment in Nederland is gesteld. En we meten dat aan de hand van een achttal thema's, zoals gezondheid, het milieu. Hoe is het met de brede welvaart hier en nu gesteld? Laten we eens kijken naar het thema wonen. En dan zien we dat dat met twee indicatoren gemeten wordt. De kwaliteit van de woningen en de tevredenheid van mensen met hun woning. Nou, qua langjarige ontwikkeling zien we dat één indicator rood kleurt, de ander grijs. En in het meest recente jaar zelfs twee rode indicatoren. Europees staan we in de middenmoot. Kijken we nou naar dat gehele wiel van de brede welvaart hier en nu, dan is er een positief beeld en staan we Europees ook in de top. Maar hoe staat het nou met de brede welvaart van de volgende generaties? Daar kijken we naar in het tweede wiel, het wiel brede welvaart later. Het draait in dat wiel om de hulpbronnen, ofwel kapitalen. En het is belangrijk dat die hoeveelheid kapitaal per inwoner op zijn minst constant blijft. Dat is belangrijk opdat volgende generaties minimaal eenzelfde niveau van welvaart kunnen genieten. Vier soorten kapitaal zijn hierbij van belang. Economisch, menselijk, natuurlijk en sociaal kapitaal. Deze worden weer met meerdere indicatoren gemeten en internationaal vergeleken. Laten we kijken naar het natuurlijk kapitaal. Het natuurlijk kapitaal bestaat uit 9 indicatoren, zoals CO2-emissies, fijnstof, biodiversiteit. En daar staan we met 4 van de 9 indicatoren onderaan de Europese ranglijst. En daarmee is de brede welvaart op het gebied van natuur en milieu voor onze kinderen en kleinkinderen nog allerminst zeker. En dan het derde wiel. Handel en hulp, milieu en grondstoffen, dat zijn de twee thema's waarmee we de eldersdimensie meten. We doen dat aan de hand van een aantal indicatoren, zoals de invoer van grondstoffen, de broeikasgasvoetafdruk en de ontwikkelingssamenwerking. En kijken we ook hier weer naar de Europese ranking, dan zien we dat Nederland er qua handel en hulp heel goed voor staat. Maar we zien wel dat Nederland een relatief grote druk legt op het natuurlijk kapitaal van andere landen.
In de monitor kijken we ook naar de zogenaamde Sustainable Development Goals. Een traject door de Verenigde Naties opgesteld, door alle regeringsleiders ondertekend. En daar valt op dat Nederland vooral op het gebied van klimaat, energie en biodiversiteit slecht scoort. Kortom, we kijken breder dan het BBP. En dan zien we dat het op heel veel vlakken goed gaat in Nederland. Maar er zijn ook zorgpunten. De tevredenheid over de woningen gaat achteruit. Het natuurlijk kapitaal is broos. En Nederland legt relatief een grote druk op het natuurlijk kapitaal van ontwikkelingslanden. Wil je meer weten over jouw situatie, wat jouw brede welvaart is? Ga dan naar onze webpublicatie op cbs.nl.